Goedemiddag en welkom bij Carpvis in de Herfst. Ik ga een tweedaagse sessie droppen. De eerste sessie zal plaatsvinden, de tweede sessie zal plaatsvinden op dit water achter me. En daar ben ik nu even wat bollen aan het voeren, net als gisteren. De Strawberry Crush. Kijk eens, top bolletjes. En daar dus twee dagen gevoerd. Vandaag, vannacht ga ik instant vissen. En daar ga ik nu naartoe fietsen. 3 kwartier naar de stek moeten fietsen, dus dat was best een pokkenend. Maar we zijn er eindelijk en ik zie jullie zo. Zo, aangekomen op het water. Hierachter heb je ook nog een klein plasje. Maar we gaan dus ook hier zitten, zodat we op allebei de stuk kunnen vissen. En ja, het ziet er echt mooi uit. Nog een beetje afgestorven lelies hier en daar. Maar ja, één keer hier gevist. Toen 1 vis verspeeld in de lelies. Maar ze zijn bijna weg, dus dat moet goed komen. Er zitten een paar mooie spiegels op en daar gaan we voor. Ik ga snel alles opbouwen en dan zie ik jullie zo. Oh, zoals jullie zien, mooie zon ondergaan. Sydney is aangekomen, ja. En ondertussen ben ik even een lekker burgerje aan het bakken. Want ik ga echt dood van de honger. Ik moest 3 kwartier fietsen. Dus heb ik wel verdiend. Nou, vertel jij eens wat de plannen zijn voor vandaag. Nou, we gaan vandaag... Hallo. Goedenavond. Goedenavond mevrouw, hoe maakt u het? Prima, nog ja? Vangen vandaag? Nee, dat gaat nog komen. Oh, moeten jullie nog beginnen? Ja, we gaan achter de dikke snoeken aan. Oh. En hoe groot heb je hem al gezien dan? Ja, de grootste wordt denk ik wel... 2 meter of zo. Denk ik ook wel. Ja, echt waar. Ja. Nou ja, ik weet het niet, zou dat kunnen. Ja. Heb je het van iemand gehoord als ze hier zitten dan? Ja, ik heb ze ook zelf gevangen hoor. Ja. Nou jongens, ik zal het even kort uitleggen wat we al gaan doen. We gaan 2 engeltjes in dit kleine kommetje. En dan eentje hier vlak voor de kant. Want de vis zwemt vaak van de grote kom naar de kleine kom. En van de kleine kom naar de grote kom. Dus eentje in het stukje ertussen. En dan nog eentje voor deze mooie rietpluim. Daar zien we het ook wel zitten. En we gaan snel de hengels optuigen, want zoals jullie zien, hebben we een prachtig ondergaand zonnetje. In het o zo mooie... Waar zijn we? Delft. Ja, ik wil eerst gebluiden zeggen, maar daar zijn we niet. Zo Huub, laat jij het even zien. Wil je nou een snoek van? Ja, hij let op, ja. Van 2 meter. Ja, je gooit hem eerst in. Ja. Maar je moet wel zorgen dat je dat aas aan hebt, want anders pakt hij van 2 meter het niet. Yes. AliExpress. AliExpress. Doe je dat expres? Ja. En het enige wat je doet, dat is dit. Oeh. Ja, ze schokken. En dan heb je een dikke. Hoppakee. Hoppa, dat kijk, is al. Dat is er dat is al. Het richtje voor vandaag. Dus we zien weer met de Strawberry Crush en Feng Xie maatje, haakmaatje 5. Maar ja, voor de rest gewoon zoals altijd. Gewoon doen waar je vertrouwen in hebt en dat werkt gewoon, jongen. Oeh. Een hele goede morgen. Nacht 1 zit erop. 1 vis kunnen vangen om een uurtje of 4. Zit nog in de zak. Die ga ik jullie zo laten zien. Het is eerst tijd voor een lekker bakkie. En Sydney, jij nog vangen? Nee, helaas niet. Deze keer was het niet voor mij... Spijtig. Maar, kom goed. Kan gebeuren. Misschien zo nog op de Ronnie Rig. Tuurlijk. Alle hengels zijn ververst. Vroeg in de ochtend nog, dus... Zou gewoon nog kunnen. Zou gewoon absoluut kunnen. Oh, wat is dat lekker. Wat is dat lekker. Genieten in de vroege ochtend. Een bakkie in de morgen. Dag zonder door. Bakken over 2 uurtjes. Zo. Krijg ik een paar piepen en ik denk, en ik zie niet heel veel. Zie ik ineens mijn lijn toch bewegen, dus ik denk, vis. Kijk wat er aan mijn lijn zat. Hij viel er net af.
actief, jongen. Kutbeest. Nou, wat moeten we daar nou mee, hè? Al die kreeft. Nee, helemaal spijt zien gewoon. Helemaal niks. Helemaal niks. Dat is handel. Nou, dames en heren, we hebben hier koffie. Koffie van 90 graden. En we hebben hier een plastic flesje. En we hebben geen bekers. Dus ja, dat gaan we maar gewoon zo doen. Dit kan niet goed gaan. Oh, gaat eigenlijk best goed. Voor mijn gevoel. Zo, Sydney haalt zijn hengel binnen voor me en hij heeft bruine vis eraan. Dat is nog eens handel. Hadden jullie nou binnen zat er toen wat aan? Ja. Is karper? Ja, denk het wel. Ja? Of is het een brasem? Dit is geen brasem. Nee? Dat is helemaal mooi. Oh, is voor mij nog best een mooi vis. Ja, ja, dan gaan ik we. Ik denk dat mijn onderlijntjes ook gelijk goed zijn. Dat is handel. Ja. Hoppa! Zo, dat is handel. Lekker man. Lekker. Eens even zien. Ja. Echt een hele mooie vis. Die kleuren jongen gelijk van helemaal van de najaar. Heerlijk. Zo, echt een mooie vis. Dat is nog eens handel. Gaan we ze zo meteen even allebei tegelijk laten zien. Prima. Dus, goed plan. Zo, dames en heren, de vis van vannacht. Mooie visie. Je ziet al dat die lekker heb gegeten. En ja, ik ben er gewoon helemaal blij mee. We gaan pakken zo meteen de vis. Ja, jij hebt het grote broertje gevangen. Zo, dames en heren, dat zijn ze dan bij elkaar. Twee prachtige vissen. In het vroege najaar nog. Of later najaar, zal ik weten. Het is oktober en het is toch mooi om zulke twee mooie schubs te vangen. Sydney, een mooie 9 kilo. En voor mij zou ik niet weten, ik denk kilo 6, 7 misschien. En ja, ik ben er helemaal blij mee. En jij? Ik ook, zeker. Heerlijke vis. Ja, je hebt echt een mooie. Zo. En ik denk dat ze weer terug kunnen. Yes. Ze hebben er niet echt zin in. Ze vinden het eigenlijk wel gezellig bij ons. Ja, kijk, daar gaan we. Dat is 1. Juist, kijk, het kan niet anders dat het nu goed gaat. Hatsa flatsa. En fijne dag verder. Kijk eens, dat is handel. Laat me niet hangen. Nou, kijk jongens, dit is nou echt hetgene waar je een keer als visser op moet hebben in de ochtend. En oh zo heerlijke vlamtossie. Je gaat die dag daarna wel flink aan de scheid. Ah joh. Handel. Maar zo, dames en heren, zoals jullie zien zijn we de laatste spulletjes aan het opruimen. Ik ben bijna klaar, zit niet zo klaar. Oh, kijk wat hij aan het doen is. Gewoon even aan het pissen. Een duimpje erbij. Maar hier is dus het einde van nachtje 1. Ik ga zo onderweg naar water 2. En dan zie ik jullie daar weer. Even zo, aangekomen op stek 2. Karretje moet ik nog uitpakken, maar dat gaan we nu even doen. En ja, er kunnen hengeltjes erin.
Hoi dames en heren, wat is dat lekker. Ik ben denk pas een kwartier aan het vissen en mijn rechterhengel gaat er vandoor. En kijk eens wat ik in het net heb liggen. Echt wel een hele serieuze schub. Dat is nog eens even lekker. Echt na een kwartiertje al, oh, ben ik hier blij mee jongens. Woe! Ik ga even wegen, foto's maken en filmen en ik ga jullie laten zien. Lekker! Dames en heren, wat een vis en moet je dit eens zien. Hij scheidt even heel de strawberry crush uit die ik twee dagen heb lopen voeren. Echt een bak, heerlijk. Ja, dames en heren, wat een bak. Ah. 14 kilo. Schoon aan de haak. Binnen een kwartiertje op de Ronnierig. Echt fantastisch. Hij scheet gelijk de boilies uit die ik had gevoerd. Dus ja, dat kan gewoon niet weten. Kijk hoe breed het is. Een klein beetje buik erbij had gehad, dan 17 kilo had. Nu 14 kilo, echt een prachtige vis. Ja, zo staat erop. Alleen jammer van het bekkie. Voor de rest ben ik super blij mee. Ik ga nog even de andere kant. Hij heeft een beetje een rode gloed ofzo. Kijk dan. Wat een bak. Echt een prachtvis. Super blij mee. Nou, ik kom weer terug. 14 kilo, prachtige vis. In oktober. Gaat ie. Och, is dat lekker. Lekker man. Och. Een hele goede morgen jongens. Helaas vanaf niks meer kunnen bijvangen. Dat is best wel jammer. Nu haal ik mijn hengel op. Zit mijn onderlijn in de knoop. Wat een onzin. Dus één hengel heeft waarschijnlijk niet goed gelegen. Die andere denk ik wel. Maar ja, na die snelle aanbeet had ik wel wat meer verwacht. Maar helaas niks meer bijgevangen. Ik ga de hengeltjes nog één keer snel even verversen en weer ingooien. Ik blijf nog 1 à 2 uurtjes zitten. Dan ga ik rustig beginnen met opruimen. Dan ga ik weer naar huis. Maar ja, als je dit dan ziet, is het altijd jammer. Maar ja, kan je bijna aan. Ik weet niet of jullie het op film zagen, maar ik leg mijn hengel zo in. En ineens schiet er gewoon een vis hier voor de kant weg, terwijl ik mijn top onder water doe. En ben ik mijn tent aan het opruimen, zit dit beest in mijn tent. Is dat zo'n rups waar je iedereen het altijd over hebt? Ik hoop het niet. Op zich ziet hij er wel mooi uit. Zo dames en heren, ik ben aan het opruimen, alles is aan het drogen. Het tentje is bijna droog.
En dan is dit ook het einde van de video. Vond je de video nou leuk? Doe even een duimpje omhoog. Zorg dat je abonneert. En dan zien jullie volgende week dinsdag om 3:30 weer. Aan het fietsen naar huis, daar staat mijn karretje. Dit zijn dus de boosdoeners. En zo kan je ook al zien hoe ze zich verspreiden. Deze kreeften die lopen gewoon over het fietspad. Kijk, hij is helemaal boos. En dan loop je gewoon van sloot naar sloot. En daar is er nog één. Die is al doodgereden, denk ik. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal ballen. Dat is wel heel boos deze. Jongen! Wat dan? Wat dan?